focussen we ook op deze speler hier. Laatst opnieuw een hattrick. En wat doet hij vandaag? Zit u er klaar voor? Ja, fijn dat u er bent natuurlijk. De groeten vanuit dit schitterende stadion, het Civitas Metropolitano. Mijn naam is Sierte Vos en naast me zit collega Jeroen Grütte. En vandaag staat er een wedstrijd in de groepsfase van dit toernooi op het programma. Dit is Spanje tegen Denemarken. In groepswedstrijden is het van belang dat je consistent presteert. Je kunt het je eigenlijk niet voorloven om punten te lossen. Want voor je het weet, lig je eruit. Nou, dat alles moet leiden tot een mooie wedstrijd vandaag, zie je. En dan de opstelling van Spanje. Die bal mag erin. Redding, maar de bal blijft in het spel. Ja, het zou niet lukken natuurlijk. Nee, leg dan de bal terug of zo. Dit heeft geen enkele zin, zoals je ziet. En dan de opstelling van Denemarken. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Hij mist al oog in oog met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt hem toch veel beter gericht inschieten. Hoog druk gezet. Goed gedaan. Legt hem neer in de 16. En die bal wordt weggewerkt. Thomas Delaney. Paulsen. Jeroen, als je kijkt naar de kwaliteit van deze speler, wat verwacht je dan van hem? Als we naar het afgelopen duel kijken, dan kunnen we concluderen dat hij in een... Ik moet je even interromperen, hoor, Sier, want volgens mij komt er een hele grote kans aan. En weg is die kans af. Van die situatie weet hij gewoon niet te profiteren. Ah, kijk, als je 1-1 met de keeper komt, dan moet je gewoon koelbloedig zijn. Kans hier. Schitterende treffer. Ach, kijk eens, er komen sterretjes voor die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Ja, en dan kun je hem van dichtbij gewoon afmaken. En dat is voor deze speler uiteraard geen enkele moeite. De score is geopend. Het is 1-0. En dan nu een mogelijkheid voor een snelle uitbraak. En daar gaat hij er alweer in. Pats, boom, hangen. Het gaat goed met ze. Ja, deze goal is het gevolg van het feit dat ze maar niet onder de druk vandaan komen. Hè. De ene na de andere aanval leidt tot kansen en dus ook tot goals. IJskonijn. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. En vervolgens heeft die speler de keuze uit verschillende opties. Maar ja, oké, dit lijkt me helemaal prima, hoor. Zelf op doel schieten en dat doet hij met zoveel overtuiging dat de keeper niets in de melk te brokkelen heeft. Delaney. Uitkijken, hoor. Uitstekende mogelijkheid. Schot geblokkeerd.
geblokkeerd. Aan de zijkant. Midden voor het doel gegeven. Deze wordt weggewerkt. Een kans van heel dichtbij. En zijn naam staat nu 3 keer op het scorebord. Een echte hat-trick. Maar het is wel verbijsterend om te zien hoe het allemaal misgaat. Hè? De bal niet goed weggewerkt. Maar dan vooral het gepruts. Ik kan er geen ander woord voor verzinnen. Puur prutswerk en dan roep je de ellende over jezelf af. We trappen af met 4-0. Het krachtsverschil is duidelijk. Run Larsen. Hij gaat verder. Van dichtbij. Goed gekeerd door de keeper. Bal opnieuw achter. Nog een corner. We hebben tijd om dat doelpunt even terug te zien. Dit kan maar eens een kans opleveren. Legt hem neer in de 16. Verdediging let goed op. Er ligt ruimte voor een counter. Ja, dat is goed gepakt die bal. Daniel Vaz. En gekeerd door de doel. Op de flank ontstaat een ruimte voor de Spanjaard. En dan de voorzet. Oh, en ook die zit! Haha, jongens, ze blijven maar scoren. Waar? Ja, waar gaat dit eindigen? Nou ja, na 90 minuten ga ik naar huis. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een mes scherpe counter. Nou, en zo'n kans kun je wel aan deze speler overlaten. Van dichtbij gaat de bal erin. Prima gedaan. Vijf tegen nul alweer. Het krachtsverschil is duidelijk. Nog steeds aan de bal. Maar dan zijn ze de bal kwijt. Aanval afgelopen. Ruim baan op de vleugel. Komt dat schot, zou Hugo zeggen. Ja, doelman, pak die bal. De bal komt voor in het 16 meter gebied. Goed gedaan van die doelman. Was. Werk zeg om hem daar af te pakken. En hij komt eruit met de bal. Hij mist al oog in oog met de doelman. Ja, maar waarom daar zo hard? Je kunt het veel beter gericht inschatten. Tijd voor een nieuwe speler.
van de keeper. Suso. Hij raakt die bal vol. Wat een knal, zeg. Daar, en dan gaat maar net naast hem. Anders was de doelpunt geweest. Voor de ploeg op achterstand zijn dit ontluisterende statistieken, hoor. En de trainer zal zich ook wel afvragen wat hij in hemelsnaam nog kan doen om die verdediging weer aan de praat te krijgen. Ruud Larsen. Nog steeds met de bal aan de voet. Kans hier. Zo, dat scheelt niet veel, zeg. Nou, het was een goede beslissing om die bal te plaatsen. Maar helaas plaatste hij hem net iets te hoog. En dan komt de voorzet. Scheelt het nou? Dat was zeker geen onverdienstelijke topmoment, hoor. Spanje, het balverlies. Andreas Christensen. Bas. Bal bij Braithwaite. Ja, nu kan er een counter komen. Hij pakt die bal op eigen speelhelft. Fraaie dribbel hier. Waar gaat die eindigen? Wat een heerlijke redding van die doelman. Een 1-op-1 situatie en hij redt. Ik dacht eigenlijk dat het een doelpunt zou worden. Corner voor het doel gebracht. Hij zet zijn hoofd tegenaan, maar blijkbaar toch niet helemaal op de juiste manier. Of hij heeft gewoon een vierkant hoofd, of nog meer hoeken. Maar hij gaat naast. Ja, wat het ook is, Smit. Ik denk dat je analyse klopt. Het is raar dat hij van deze afstand niet op doel weet te krijgen. Spanje raakt het balbezit kwijt. Hier is Braithwaite. Spanje, het balverlies. Martin Braithwaite. Daar klinkt het rustsignaal en laten we hopen dat ze er in de tweede helft nog een wedstrijd van kunnen maken. Want dit lijkt halverwege al beslist. Deze speler zit lekker in de wedstrijd, hoor. Hij is lekker op dreef vandaag, hè. Hij voetbalt heel direct, zoekt constant de kortste weg naar het doel. En dat heeft al tot een goal geleid. Hier in het Metropolitano is zojuist afgetrapt voor de tweede helft. Andreas Christensen. Ruud Larsen. Daniel Bas. Kan een doelpunt worden. Moet de keeper zich strekken. Nieuwe speler in weg. Tackle op eigen helft loopt goed af. Zouden ze best kunnen counteren. Dit moet een doelpunt worden. Ja, goal! En we
Wat zijn ze op drie vandaag. Je raakt hier gewoon de tel kwijt. Wat een wedstrijd. Wat een dag. Ik heb zin in patat. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe sneller worden omgeschakeld. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Een monsterscore inmiddels. 6-0. Afgetekend. Goalkeeper. Steeds de bal aan de voet. Carles Alenia. Spanje verliest de bal. Beiden staan door zijn teamgenoot. Hij gaat het proberen. Geweldig gepakt. Wat een safe. Heel dichtbij. Knap weggewerkt door de keeper. De scheidsrechter gebaard. Voordeel voor Spanje. Mooi doelpunt. De kop naar een duik naar de bal. Ja, veel beter kun je hem niet geven. Ik ben ongelooflijk onder de indruk van deze voorzet. Die was perfect op maat. Dan moet je kijken hoe je hem dan vervolgens langs de doelman komt. Vol op het voorhoofd. Ja, dan is de keeper gezien. Lekkere goal hoor. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Kasper Dolberg. Op de flank is wat ruimte. Ja, en daar gaat het balbezit. De tegenpartij neemt de bal over. Gespeeld, nog een half uur te gaan. Met die tackle komen ze weer aan de bal. Op de helft van de tegenstander. Wat een geweldige redding. Oh, hij voorkomt hier het doelpunt. Zeker weten. Balbezit gaat over op Denemarken. Bas. Misschien nu de actie maken. Deze paas kan hij onderscheppen. Het stadion wacht op het schot. Het schot wordt afgeweerd door een speler. Zijkant heeft ruimte voor de Denen. Maar hij wordt knap verdedigd en de dreiging is verholpen. Andreas Christensen. Zo
doen we dat. Nee, we laten het kwijt. Oh, jongens. Dat was echt veel te hoog. We hebben nog 20 minuten te gaan. Spanje met het balverlies. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Nog steeds in een gevaarlijke positie. Geweldig doelpunt, echt. Wat een streep, wat een knal zeg. Nou, het is niet gek dat de doelman hem niet kan tegenhouden. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Is ingeleverd. Ah, er wat ruimte nu op de vleugel. Voorzet in de 16. Een onvervalste hat-trick. Dan ben je een goeie hoor. Ah, ongelooflijk ziet. Hij legt ze er allemaal in. Een kans, een goal. De verdediging maakt geen schijn van kans. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een mes scherpe counter. Maar ja, dan moet je hem nog wel langs de keeper zien te koppen. En dat lukt hem hier uitstekend. Hij raakt de bal precies goed. Fraaie goal. Heerlijk toch al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Holberg. Kasper Dolberg. Bal is hij kwijt. Oh, hij gaat zijn tegenstander voorbij. Hier is Brad Wade. Dit is een mooi verdedigend werk. Daar is ondersteuning voor de aanvaller. Zonder bal wordt het lastig scoren. Ja, een schot. Schot wordt geblokt. Met de bal naar binnen. Nauwelijks tijd om te reageren. En dan trek je naar binnen. Prima redding. Een hoekschop, nog één. Daniel Was. Oh, wat een schotkans. Goed weggewerkt, maar uiteraard met een hoekschop. De wisselspeler komt het veld in. Hoe
strafschop wordt voorgegeven. Mogelijkheden voor een counter. Hij pakt de bal en begint aan uitbrouwen. Leek fijn. Nog de kans. Ja, wat een knap doelpunt is dat. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ik mag wel zeggen fantastische paas. Alles goed. En vervolgens kunnen ze met z'n tweeën zo op de doelman af. Die staat er helemaal alleen voor. Ja, dan is er geen redder meer aan natuurlijk. Hij kan niet voorkomen dat de bal in het net terecht komt. Met dit doelpunt wordt het verschil nog groter en is de wedstrijd wel gespeeld. Was. Nog steeds met de bal aan de voet. Hier is Brad Wade. En met de bal aan de voet de uitbraak. Knap weggewerkt hoor door de keeper. Een kans om te scoren. Nog steeds in een gevaarlijke positie. Oh, wat een pech. De lat voorkomt het doelpunt. Ze werken die bal weg. Mooi om daar de bal te veroveren. Het is nog niet helemaal gedaan. 4 minuten extra speeltijd. Veel te gevaarlijk hier om die bal te verspelen. Nu zouden ze best kunnen counteren. Doorgebroken met de bal. 2 woorden. Uitstekend keeperswerk. Ja, van zo'n korte afstand moet je over snelle reflexen beschikken. Schop komt midden in de 16 terecht. Het schot werd aangeraakt door een tegenstander. Dat is een grote kans voor Kasper Dolberg. Hij pakt hem! En nu heeft hij de ruimte om over te steken. En hij pakt die bal! Oh, maar wat was dat een kans op de zegen, zeg! Tja, hij kwam alleen voor het doel. Maar ja, daar staat dan ook nog een keeper. En die boom! De lat werkt tegen, maar we spelen verder. Alles vanaf de zijkant. Daar zit iemand tussen bij dat schot. Het duel is afgelopen. Vandaag weet het Spaanse elftal te winnen. Ik denk eigenlijk dat ze zelden in de problemen zijn gekomen. En nou ja, ze wisten hun kansen af te maken. Kortom, duidelijke zegen. Dit is een topper hoor. Wat heeft die geweldig gespeeld vandaag. Dit gebeurt natuurlijk niet elke dag, hè? Dat je een hattrick maakt. Deze speler was zo ijzingwekkend cool voor het doel vandaag. En dan bezorg je...